Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Betterij, Kia de Beer en Reisbureau Buitenlandse Zaken. Goedendag dames en heren, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. Zoals altijd op de vrijdag, normaal gesproken natuurlijk ook op maandag. Maar komende maandag zijn we er een keertje niet vanwege Tweede Pinksterdag. Dan is FC Rijnmond er op de dinsdag. Dus dan bent u bij deze weer uitgenodigd om te kijken. Deze vrijdag aan tafel Nasser El Khayati, welkom. Dennis van Eersel en Geert den Oude. Geert, moet Feyenoord de stadsgenoot zondag een handje helpen? Dat zou feitelijk competitievervalsing betekenen. Dus ik vind van niet. Nee. Kijk, als je opzettelijk wedstrijden gaat verliezen, dat zouden wij in, als het andersom ergens anders gebeurt, dat zouden wij in Rotterdam ook niet leuk vinden. Nee, maar ik denk ook niemand zal opteren voor opzettelijk verliezen. Maar je kan ook minimaal misschien winnen. Begrijp wat ik bedoel? Ja, dat kan, maar dan ga je nog steeds helpen. Kijk, ik ben vaker betrokken bij apotheoses in de Eredivisie. En daar komen dan wel eens ongekende krachten ergens boven. Of dat je denkt van nou, ik vind het wel goed vandaag. Dat kan echt wel gebeuren. Ik heb salonremises gezien. Heb ik ook zeker waar, maar aan de voorkant dat opzettelijk al doen, daar geloof ik niet zo in. Nee, maar Nasser, ik geloof niet dat Slot aan de voorkant zegt, joh, we gaan vandaag op 70% voetballen. Nee, natuurlijk niet. Nasser, jij bent een echte Rotterdammer. Denk jij niet dat vele Rotterdammers hopen dat er uiteindelijk wel weer gewoon weer 3 Rotterdamse clubs in de Eredivisie spelen? Nou, dat denk ik wel. Maar dat ook zo toevallig bij elkaar komt, joh. He? Laatste speeldag, 34 speelronden. Ja. Rotterdamse club tegen de ander. En eentje heeft echt brood nodig, punten nodig. Maar wat Geert aangeeft, ik zie Slot inderdaad dat ook niet doen. Maar ergens in het koppie, en met name in technisch staf, want spelers willen altijd zichzelf laten zien. Hè, want het is allemaal een beetje ieder voor zichzelf. Om zichzelf te laten zien, helemaal in de laatste wedstrijd. Dan heb je weer een maandje of twee geen platform om jezelf te laten zien. Maar ja, het zou wel mooi zijn voor Excelsior als ze daar een resultaat kunnen halen om alsnog in de Eredivisie te blijven. Maar dat is wel aardig wat je zegt wat het die Feyenoord-spelers betreft, Dennis. Want er gaan er een hoop spelers die normaal gesproken niet zo gauw een basisplaats hebben. Want wat is er ineens een waslijst aan afwezigen en blessures bij Feyenoord? Ja, een paar die echt langer aan de kant staan. Hè. Nou ja, Hartman weten we, Wiefer weten we, die ook niet bij de EK-selectie, de voorselectie is opgenomen. Maar ook wat zieken. Gimenez opnieuw heeft Slot al aangegeven, net als in Nijmegen, niet speelklaar. Thomas Beelen is ziek. Dus die lijst is echt fors. Timber ook niet. Ik vind Timber ook inderdaad nog niet klaar om Nieuwkoop te spelen. Nieuwkoop ook nog steeds niet beschikbaar. Klopt. Ja. Die rekening bij de lange. Ja, precies. Ja. Nou ja, en Lamproe is daar ook nog eens bijgekomen. Ja, derde keeper. Maar goed. Dat is echt een wereldgozer trouwens. Ja. Weet ik. Maar ik ken hem ook. Ja. Maar, ja, die heeft zijn pols gebroken. Maar dat is al een paar weken geleden, vertelde Sol. Dat hij eerst nog eventjes op het tandvlees doorgedaan. Maar daar moest hij toch aan geholpen worden. Oké. Okay. Feyenoord wil gewoon winnen van Excelsior. Zo zei de afscheidnemend trainer. Ja, maar ik weet niet eens of dat nodig is, omdat deze groep al een heel jaar heeft aangetoond dat ze een hekel aan verliezen hebben. En dat verwacht ik aanstaande zondag ook weer. En er zijn ook nadeel heeft zijn voordeel, zei een hele wijze trainer ooit. Een geweldige voetballer. En dat geldt ook wel een beetje in dit geval, omdat jongens die nu geblesseerd zijn eigenlijk al die tijd heel vaak gespeeld hebben. En nu komen de jongens in het veld die misschien wel heel veel zin hebben dat ze eindelijk een keer mogen spelen. Dus is het overbodig om te zeggen dat wij heel graag willen winnen. Maar dat wil de tegenstander naast aan de zondag, schat ik zo in ook. Deze fase brengt natuurlijk veel minder stress met zich mee. Omdat je niet meer naar boven kan, niet meer naar onderen kan. Het enige wat we met elkaar nog hebben, dat we heel graag de tweede seizoen zelf bovenaan willen eindigen. En dat we heel graag ongeslagen willen blijven. Omdat beide een enorm goede voorspeller is voor de resultaten van volgend seizoen. Dat heeft PSV dit seizoen aangetoond. Doordat het laatste half jaar onder Van Nistelrooy ook al zo geweldig verliep. Wat zit je te zuchten, Geert? Ja, we zijn wel eens een paar minuten bezig in deze uitzending. Waar hij het over heeft, joh. Ja, dus het feit dat PSV vorig seizoen de tweede seizoen zelf goed heeft gepresteerd, was een voorbode voor het feit dat ze dit jaar kampioen zijn geworden. Ja, dat gaat ver. PSV heeft ook wisselingen gehad in hun selectie. Ja, ik vind het wel relevant als een team heel veel bij elkaar blijft. Hè. Ja. Neem Feyenoord, dat toen Kuyt terugkwam met die 7 nederlagen op rij, toen wonnen ze uiteindelijk de beker. En toen hadden ze na die 7 nederlagen echt een sterke fase. Ik weet ook dat er in die groep toen ook zoiets ontstond van, hey, als we dit bij elkaar houden, een seizoen lang, een paar versterkingen erbij, dan is het misschien mogelijk. Dat is toen na die bekerwinst is dat zaadje al geplant.
Dat geldt nu, maar dat geldt voor dit Feyenoord geldt dat niet. Er gaan zoveel mutaties weer komen. Nee, maar hij bedoelt om te zeggen dat bij PSV vorig jaar in, dus dat tweede, in die tweede seizoen zelf, dat de basis is gelegd. Natuurlijk met een hoop kwalitatieve impulsen. Eens, want PSV is toentertijd niet zoveel veranderd. Alleen hij zegt er wel aan, Feyenoord, laat het dit van Feyenoord voor volgend seizoen ook zo zijn. Maar wat Dennis al zegt, er gaan zoveel mutaties plaatsvinden dat het zo voor de prullenbak in kan. Hoe gaat het afscheid van Slot en Zondag uitzien? Is daar iets over bekend? Nou ja, die gaat natuurlijk terecht in het zonnetje gezet worden. Dat is al een beetje begonnen met een mooi filmpje op de social media accounts van Feyenoord zelf. Hè, met allemaal beelden van een juichende Slot. Daar hadden ze er heel veel van. Ik denk dat het filmpje nog 3 keer zo lang had kunnen duren. Met een mooi muziekje eronder gezet. Ja, in dat stadion gaat hij natuurlijk ook toegesproken worden, vereerd worden. Alleen, ja, als het mij vraagt, het echte afscheid, zoals het hoort te zijn, is er bij de vorige thuiswedstrijd al geweest toen hij richting die vakken ging die tegen Excelsior niet bezet zijn. Want nog even, welke vakken blijven er nou leeg zondag? Dat zijn de vakken van de meest fanatieke aanhang achter de goal. Dus vak X, die echt meteen achter die goal zit en dan RSNT daar weer achter. Maar de KNVB die heeft dus verboden om die toeschouwers, dus je hebt gezegd die toeschouwers mogen niet komen op die vakken. Mm-hmm. Maar dat geldt toch alleen toch voor de wedstrijd? Ja. Ja? Nou, ik denk een wedstrijddag. Ja, dat is interessant. Weet je, in principe gaat de KNVB over wat jij tijdens de wedstrijd doet. Voor de wedstrijd maakt het niet uit. Al blijft het stadion leeg, dan zit het helemaal vol. Tijdens de wedstrijd moet het leeg zijn. Dus ik denk dat dit niet zo in de praktijk werkt. Ik denk dat de regels om een wedstrijddag, denk ik inderdaad. Nou, dat is interessant, want ik had het wel mooi gevonden als de supporters hadden gezegd, joh, wij moeten wegblijven, we blijven weg. Ja. En als de wedstrijd voorbij is, Feyenoord mag toch in de Kuip doen wat ze willen als die wedstrijd voorbij is? Ze mogen toch zeggen, we gaan die Kuip nog een keer vullen, niks met de KNVB te maken? Nee, want die supporters. Je overvalt mij nu hiermee, maar ik denk dat dit niet klopt, omdat dan zou je eigenlijk bijna sprake hebben van een volgend ander evenement. Als het klopt hoe jij het nu zegt, en daar moet dan een vergunning voor zijn als je zoveel mensen samen laat komen. Ja, maar dat heeft niks met de KNVB te maken. Als Feyenoord op woensdagmiddag een Kuip wil vullen met racemonsters, weet ik veel, heeft de KNVB toch niks mee te maken. Dus als die supporters hadden gezegd van, nou, we gaan proberen om na de wedstrijd na 90 minuten naar het stadion te komen, dan lieten ze zich van een goede kans zien vanwege het feit dat Feyenoord zonder de helft van de kwart inschatting van die is, Geert, dat dit niet mag, maar we weten het niet zeker. En ja, maar je zegt nu gewoon puur op gevoel. Ja, en een beetje logisch nadenken. Ja, nou, dat vind ik dus niet. Oké. Dennis, waarin ga jij Slot missen? Als vaste watcher van Feyenoord? Nou, ik heb de persconferenties elke keer, een genot is heel zwaar aangezet. Maar ik vond het heel erg prettig, omdat Arne Slot geeft altijd antwoord op elke vraag. Een welgevormde mening. Het lijkt soms voor dat de vraag gesteld is of hij weer elke vraag heeft nagedacht. Het was dan ook altijd de kunst om hem toch op een of andere manier te kunnen verrassen. Wat soms lukte en soms niet. Dus sowieso die communicatieve vaardigheden die hij heeft. Hoe hij zich kan verwoorden, hoe hij wat er in zijn hoofd zit kan overbrengen bij anderen. Dat is zo ontiegelijk knap. Daar heb ik ook van genoten om iemand dat zo te zien doen week in, week uit. Geert, waarin gaat de club Slot missen? Nou, vooral met een groot ding wat Dennis zegt. Omdat ik vind, omdat ik mag toevoegen, omdat het daardoor ook rustig binnen een club blijft. Kijk, op het moment dat je een Erik ten Hag voor een ploeg hebt staan, en nou is het werk in het buitenland nog anders, want Slot moet straks ook in de Engelse taal dit gaan doen. En dan denk ik dat hij een grotere uitdaging heeft dan nu. Zijn Engels is echt al dik in orde, hoor, van Slot. Ja, maar je helemaal zo uit willen drukken zoals je het Nederlands doet en dan in het Engels. Nee, is lastig. Weet je, ik kan ook goed Engels spreken, jij kan ook goed Engels spreken. Maar dat is nog steeds anders dan heel adequaat reageren met grapjes, woordgrapjes en dergelijke op vragen van journalisten. Waardoor er rust blijft. Dat is één. En twee, en dat is natuurlijk buiten kijf, is het feit wat hij voor Feyenoord betekend heeft op het gebied van organisatie, op het gebied van spelersontwikkeling. Daar laat hij een groot gat achter. Punt. Wat denk jij dat het voor een speler uniek heeft gemaakt, Nasser, om onder deze trainer te trainen en te voetballen? Nou, kijk, allereerst sowieso wat Geert ook net aangeeft. Ik vind vooral wat hij de afgelopen jaren aan waarde heeft gecreëerd binnen de spelersgroep en uiteindelijk dus ook voor de club. Ja, dat is ongekend. Dat ga je sowieso missen. En ik denk dat ook niet 1, 2, 3 met een nieuwe trainer. Je kan sowieso niet weten wie nou de ideale opvolger gaat zijn en of het wel goed gaat uitpakken. Dat dachten we ook over Arne Slot de eerste week toen hij binnenkwam. Maar ik denk dat, dat hij sowieso alle spelers beter maakt. Of ze nou wel echt een basisspeler waren of niet.
Je merkt bijna niet ergens dat iemand niet ontevreden is, wat je normaal wel vaak ziet. Mm-hmm. Als iemand echt een jaar lang vaak niet speelt, dan merk je wel hier en daar wat dingetjes. Maar bij Feyenoord is het relatief altijd rustig geweest. Ja, ja, zeker. Ik denk dat dat echt zijn kracht zeker is geweest. Zou hij al wennen aan al deze hommage en verheerlijking? Want het is wel ongekend. Het is bijna niet des voetballerij hoe er over de persoon wordt gesproken. Het is inderdaad wel grappig eigenlijk. Want ik weet nog, toen hij bij AZ zat, had hij dus een beetje wat eigen regeltjes in de kleedkamer richting de spelers. Van hé, als er een club is, of wat dan ook, blijf gefocust, weet je. Laat het allemaal erbuiten. En uiteindelijk ging hij dus zelf wel met Feyenoord in gesprek. En had hij dus blijkbaar al datgene gedaan wat hij hun juist had eigenlijk min of meer verboden, ja. 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 Maar dus zelfs de laatste maanden, als er wel eens een aanstaande transfer aankwam, zei hij nee, ik praat niet over spelers die nog niet officieel van Feyenoord zijn. Ja, precies, ja. En hij heeft de laatste weken toch vrij veel over zijn nieuwe club gesproken. Sterker nog, vandaag zei hij het eigenlijk voor het eerst echt met zoveel woorden, hè, dat hij de nieuwe trainer wordt van Liverpool. Nou, ik kan in ieder geval zeggen dat ik daar volgend jaar trainer ben. Dus dat is al een eerste stap. Maar tegelijkertijd denk ik, en dat iedereen dat ook al wel een beetje voelde, dat zowel het afscheid van mij hier, dat ik daar recht aan wil doen, met alle mooie momenten, mooie herinneringen die we hier gemaakt hebben, die wil ik ook op deze manier afsluiten met de spelersgroep, met het gezin. En dan daarna moet pas de aandacht ernaar uitgaan wat er volgend seizoen gaat gebeuren. En zij hebben ook nog een afscheid van een trainer die daar ook wel behoorlijk, sterker nog, geweldig gepresteerd heeft. Dus dat is denk ik mede de reden waarom de officiële aankondiging er nog niet geweest is. Maar ik kan wel bevestigen, maar dat komt voor jou niet als nieuws, denk ik, dat ik daar volgend jaar trainer ga worden. Hij heeft inmiddels al wat afscheid genomen van mensen ook binnen de club. Ja, logisch. Als hij dat op de laatste dag gaat doen, dan is dat een beetje een kort dag. Hè? Want hij heeft evenveel uren als de dag van vandaag. Dus ja, als hij dan op 19.08 is, wetende dat er een einde aan komt, dat hij die mensen straks niet meer gaat zien, is het logisch dat hij met sommige mensen even wat langer in gesprek gaat. Ja, ik zou aan de regie willen vragen om mijn oortje even uit te doen. Dan kan ik de man aan de tafel gewoon even staan. Ga door, Gip. Ik vind het, soms is dat... Nou, laat maar gaan. Nee, maar ik vind het soms ook ongepast dat al die journalisten, op het moment dat een trainer aangeeft, joh, luister, ik ben nu trainer bij Feyenoord, er spelen dingen, maar daar wil ik nu niet over hebben. Dat je dan maar week in, week uit naar blijft vissen, dat creëert ook zoveel onrust. Nou zit hier een journalist naast me, die begint al te stijgeren. Juist maar, niet. Nee, ik ben het helemaal niet. Ik zag al kijk de laatste perscurs terug. Er is de eentje die niet elke keer over Liverpool is begonnen. Nou, hartstikke goed. Maar dat vind ik dus wel. En dat is niet alleen in het voetbal, maar ook in de politiek. Weet je, als mensen ergens mee bezig zijn, die onrust creëren. Ja, daar wordt uiteindelijk niemand beter van. Nee. Namen over opvolging circuleren. Ja. Noori Sahin wordt nu genoemd. Ja. Hebben we beeld of dat een geschikte opvolger zou zijn, die oud-Feyenoord-speler? Nou, ik heb dus mijn oud-trainer Alfons Groenendijk, ook oud-trainer van Excelsior bij ADO Den Haag. Die ging dus na ADO, heeft hij lang gewerkt bij Antalyaspor met Noori Sahin. Sahin was daar speler en werd was trainer. Op het moment dat Groenendijk ook binnenkwam als zijnde steun, mentorachtig iets. In Turkije kan dat als je groot speler bent, dat je direct weet je, voor de leeuw wordt gegooid. Maar toch wel met een ondersteunende Alfons Groenendijk. En die vertelt me wel dat hij eigenlijk wel echt een hele goede inhoud heeft. Maar of hij ready is voor Feyenoord? Hij is nu assistent van Borussia Dortmund. Ja. Oké, het blijft finalist assistent. In de Champions League. Ja, blijft toch anders assistent zijn. Ik zou het wel gedurfd vinden van Feyenoord als ze het doen. Hij staat op een lijst van velen, denk ik. Ja. En natuurlijk daarbij, sorry dat ik onderbreek, maar de druk natuurlijk. Ja. Iedereen die eigenlijk dit moet overnemen van Arne Slot heeft tijd nodig. Ja. Feyenoord is echt aan het kijken ook naar de data van hoe spelen bepaalde trainers om een match te vinden met hoe Feyenoord dat doet. Hè? Met name de manier van druk zetten zoals Feyenoord dat heeft op welke plek op het veld. Je wil iemand die dat gedachtegoed overneemt, omdat dat dus heel goed past bij Feyenoord. Nou, daarin is hij, met name wat hij bij de Turkse club heeft, bij Antalyaspor heeft laten zien, is die boven komen drijven. Ja, en hoe Dortmund speelt, dat mag duidelijk zijn ook. Er speelt niet eens zozeer een rol dat hij een verleden heeft als speler bij Feyenoord. Want de club is niet meer vergelijkbaar. Dat is ook geen pre-vorm of zo, want Feyenoord is niet meer het Feyenoord wat het toen rondom de jaren 2005 of zo was. Maar goed, dit is ook wel een beetje uit het geruchtencircuit. Wat wel nu vaststaat, Geert, is dat Robin van Persie het niet wordt. Hij heeft vandaag voor 2 jaar getekend bij Heerenveen. Is dat een goede volgende stap? Nadat hij 1 jaar trainer was van Feyenoord onder 18, nu de Eredivisie in? Nou ja, hij wil dat heel erg graag. Dus ik neem aan dat hij heel erg blij is met die stap.
ik vind het heel moeilijk in te schatten. Weet je, ik heb je ook wel vaker gezegd dat, dat ik vind dat trainers wat meer ervaring moeten hebben. Er zijn altijd uitzonderingen, dus daar kunnen we altijd mee aankomen. Maar trainers in één keer vanuit jeugd naar een voetbalclub als in de Eredivisie hoofdcoach laten, dat vind ik nog een gedurfde stap, zowel voor een trainer zelf als voor een club. Daarmee zou je hem dan liever eerst als assistent zien of zo? Nou, ik vind dat trainers altijd die vlieguren ook wel nodig hebben. Omdat er komt nogal bij het leiden van een betaald voetbalorganisatie, zeker als hoofdtrainer, er komt nogal wat bij kijken. En die ervaring heb je niet bij een onder 18 team. Weet je, dus de stap van naar een assistent of een eerste divisie, een kleine eerste divisieclub, waarin je dat soort dingen allemaal bij elkaar gaat komen. Professioneel werken, dat zal ook waar hij zelf vandaan komt natuurlijk. Hè. En bij Feyenoord onder 18, hè, in jeugd, ik weet dat het bij Feyenoord goed is geregeld. Maar ja, naar Heerenveen, weet je, als Eredivisie. Dus er zijn nogal wat dingen waar hij ook mee moet gaan leren dealen. En nogmaals, ik zeg niet dat het niet gaat, alleen ik vind het een gedurfde stap. Nou, kijk je naar die stap, Nasser? Ik denk dat je sowieso ergens, dat Robin dat zelf ook wel weet, van ik moet ergens toch wel iets gaan aandurven. En ik kan niet alles van tevoren inzien of het wel goed gaat uitpakken of niet. Maar wat ik bij Robin van Persie wel mooi vind, is dat hij rustig de afgelopen, wat is het, 3, 4, 5 jaar lekker in de schaduw heeft gewerkt aan zichzelf. En waarschijnlijk heel erg gegroeid is, want ik hoor wel echt goede verhalen over hem als trainer. Weliswaar in de jeugd, natuurlijk wat Geert aangeeft, nu met senioren, echt met mannen die straks ook echt een stem hebben en credits hebben bij een club als Heerenveen. Ja, dan is het toch anders dan een jongetje van 18 teleurstellen als hij niet speelt. Dan straks spelers die al misschien 100 plus wedstrijden in de Eredivisie gespeeld hebben. Maar ik vind het wel mooi. Ik vind het echt mooi dat hij toch naar een kleinere club eerst gaat. Relatief kleiner vergeleken met Feyenoord. Om daar, hopelijk voor hem, ik hoop het echt dat hij daar echt heel goed gaat doen. Ja, nou ja, ik heb het al eerder gezegd. Hij heeft natuurlijk ook wel de bagage onder voetballen, onder Wenger, Ferguson, Van Gaal, ja, daar zal hij ook niet met zijn oren dicht hebben gezeten. Daar zal hij natuurlijk ook alles tot zich hebben genomen over hoe dat soort grootheden dat vroeger hebben gedaan. Dat hebben alle jongens die op dat niveau hebben gespeeld gehad. Maar dat is natuurlijk geen Nee, het is geen succes. Garantie, maar ja, nee. Hij lijkt mij wel zo intelligent om dan best wel op te letten en dat tot zich te nemen. Ja. Nee, maar kijk, je ziet ook heel veel van Robin van Persie in zijn lichting, iets ouder, iets jonger, die inmiddels ook een aantal jaren gestopt zijn. Die willen wel ineens de beste job krijgen of de hoogste job of direct op het hoogste niveau. Terwijl Van Persie, heb ik niet gehoord de afgelopen jaren, heeft echt gewerkt aan zichzelf en vindt nu dat hij ready is. Kijk, je kan ook nu, wat Geert zegt, assistent worden of misschien trainer van een belofte elftal, iets hoger. Maar je kan ook tegen jezelf zeggen, ik durf dit aan met alle bagage die ik heb en vooral de ervaring van de afgelopen jaren. Ja. Ik denk dat dat een goede combinatie gaat zijn. Ja, assistent wilde die echt per se niet. Hè? Nee. Dus blijft dit over, maar dat is natuurlijk een prachtige stap. Ja, wellicht, ik weet niet wie zijn assistenten worden. Hij neemt Brian Pinas mee, die heeft hij nu ook bij Feyenoord onder 18. En die andere assistenten bij Heerenveen die al waren, die blijven. Oké. Dus, nou, dan van Persie naar het Nederlands elftal, dat is niet zo'n grote stap. Onder slot zijn Geertruida, Wiever en Timber international geworden. De voorselectie van het Nederlands elftal is nu bekend voor het Europese kampioenschap. Daar zit Wiever niet bij, Dennis. Nee. Weten ze bij de KVB dan nu al zeker dat Wiever niet fit genoeg gaat zijn? Nou, is wel min of meer ook door Feyenoord. Volgens mij de slot op een persco een keer gecommuniceerd dat de eerste groepswedstrijd dat zou sowieso al te krap worden. De tweede waarschijnlijk ook al. Dus ja, in het meest gunstige geval zou Wiever de laatste groepswedstrijd dan kunnen aanhaken. Maar ook dat was al met vraagtekens omhuld. Je hebt het nu over een paar dagen verschil, hè? Je hebt het over een paar dagen verschil. Dus om nu al te zeggen dat hij misschien de tweede niet meer de derde wel. Ja, er zit uiteindelijk een anderhalve week daartussen. Maar ja, dus als je al weet dat je hem pas echt, zo is het, laat ik me gewoon focussen op wat er echt gezegd is. Als hij pas in de latere fase van het toernooi kan aansluiten, snap ik Koeman wel dat hij niet een van die plekken daar gaat opofferen. Zeker. Want als voetballer, hier wil ik wel even op inhaken. Kijk, wij zien de wedstrijd, die doet de televisie aan en ik kijk straks de EK. Maar als die jongen tot 1-2 weken ervoor nog niet de groepstraining mee kan doen, dan lijkt me niet zo handig om überhaupt mee te nemen. Ja. En nog in de gedachte voor Ronald Koeman dat anderen wekelijks 90 minuten aan het schitteren zijn, concurrent van Wiever. En hij heeft niet zoveel specifieke individuele kwaliteit dat je zegt van nou, al kan die misschien maar de laatste twee wedstrijden van het toernooi meedoen, dat ik hem erbij houd. Ja. Denk je wel dat die andere Feyenoorders in de voorselectie, Bijlo, Geertruida, Timber, dat die naar het EK gaan? De eerste twee sowieso. Timber, Geertruida sowieso. Ja. Bijlo en voor mij is dan Timber, Geertruida voor mijn gevoel die sowieso wel meegaan. Maar Bijlo denk ik ook wel, ja.
Ja, ja, Tim heeft natuurlijk nog wel met wat concurrentie te maken daar op het middenveld. Ja, oké, okay. Wiever valt dan nu wel weer weg voor hem. Ja. Maar, en Martin Beroon, hè? Ja. Is waarschijnlijk einde seizoen, zeggen ze bij Atalanta. Ja. En Olij zit bij de voorselectie als een van de vier keepers. Gaat hij het halen? Nee. Nee, omdat hij is, hij is keeper van Sparta. En, ja, dat begrijp ik wel. Maar we spelen met Nederland spelen we tegen andere Europese toplanden. Waarin de meeste spelers spelen van de toplanden in de grote competities. En dan verwacht ik niet dat een keeper van Sparta de eerste keeper gaat worden. Of in ieder geval erbij zit als je dan moet kiezen. Kijk, ik heb een keepers uit de Bundesliga, die jongen vanuit de Premier League. Ja. Twee uit de Premier League en één uit de Franse competitie. Ja, sorry. Ja. Weet je wel, dus die, die verwacht ik daar eerder. Geert, de keeper van Heerenveen heeft gewoon het WK gekiept, hoor. Ja, maar ja, dat zegt dat op dat moment... Dat zegt Heerenveen zie ik dat zegt, dat zegt op dat moment ook wat we in Nederland hadden op dat moment. Ja. Weet je? En, ja. En ik heb het idee dat Noppert op zijn een hele grote piek heeft gehad. Want Noppert heeft dit seizoen natuurlijk... Ja, dat was direct daarna. Heeft, nou ja, hij is maar zelfs Olij op de bank. Maar dus wel dan nu. Olij heeft op zijn beurt wel weer een goede fase achter de rug. Zeker. Goed, ja. Maar Noppert werd eerste keeper, weet je. Dus ik... Weet je, Olij gaat om een derde of de vierde keeper. Hoeveel gaat hij ermee nemen? Drie of vier? Drie. Drie. Gaat er één afvallen nu van de vier. Ja. Die gaat wel Want je hebt dan bijzonder bijlopen. En ik vind ook, weet je, en dat hoop ik ook. En dat heeft helemaal niks ten nadele van alle spelers die in Nederland in de top spelen. Maar ik hoop ook dat Koeman gaat spelen met de jongens die internationaal ook spelen bij de grote clubs. Omdat die concurrenten hebben dat ook. Dus ik hoop echt bijvoorbeeld dat die Koopmijners gaat opstellen. Omdat ik vind dat die jongen bij Atalanta het zo fantastisch doet. Heeft hij dat nu toe niet gedaan. Maar dat hoop ik ook wel, ja. Om een kans te maken. Ja. Nog één keer terug naar Feyenoord. Het afscheid dus van Arne Slot. Afgelopen woensdag was er de laatste openbare training. En ook dat ging niet onopgemerkt voorbij. Want toen was daar Stijn. Stijn stond langs de lijn met een mooi cadeau. Oké, namens mij en mijn moeder deze prachtige cadeau aan de jongen van. Super blij dat ik het allemaal voor Feyenoord heb gedaan. Dit is een tablet die ik zelf gemaakt heb van chocola. Jij heet Stijn ook? Ja, ik heet Stijn. Ah, oké. Okay. Ik heb dit helemaal zelf bedacht en ontworpen. Dit is nog een brief met een tekst voor u. En dit is nog een mooi cadeau voor u. Wat lief. Dat is wel heel veel wat je nog heeft, hè? Maar jij hebt ook super veel van Feyenoord. Ah, dat is echt lief. Super veel betekent voor Feyenoord. Maar dit kan ik wel hebben, vind je? Of moet ik dit aan mijn vrouw opeten? Nee, doe het lekker samen. Wel lekker samen opeten. Nou, hartstikke en ik hoop dat dit een mooie plek krijgt in je nieuw huis bij Liverpool, zeg maar. Oké. Okay. Zou je het alsjeblieft kunnen openmaken? Ja, dat wil ik. Zeker. Pas op, het is verbreekbaar. Oh. En bij die brief aan de achterkant zit nog een lijstje hoe je hiermee om moet gaan, zeg maar. Oh, oké. Okay. Ik dacht ook met de chocola moet omgaan, maar dat is niet nodig. En dat zou meteen uit, hoor. Had je het zelf gemaakt, zei je dat nou? Ja, dit heb ik ook zelf gemaakt. Ook nog zelf? Ja, met mijn moeder. En je moeder is er ook bij? Ja. Prachtig. In de kleuren van Feyenoord. Oh, dat was me nog niet opgevallen. Heel mooi. Ik hoop dat het een mooi plek is. Het lijkt een beetje op de kampioenschaal zo, hoor. Maar dan met andere kleuren. Hartstikke bedankt. Graag gedaan. Super. Gaat-ie goed. Ja, dit is echt vertederend. Echt prachtig, werkelijk. En ook mooi hoe Slot daar de tijd voor neemt. Mooi cadeau van Stijn. Ja. Even trouwens recht zeggen wat betreft de keeper voor het Nederlands elftal. We hebben dus Vlekken, we hebben Verbrugge. Bijlo natuurlijk en Olij. En ik zei Bundesliga omdat Vlekken bij die zat, in Duitsland zit die bij Brentford. Oké, hebben we dat even opgehelderd allemaal. Hoe moet Geert Excelsior nou proberen de schade zoveel mogelijk trachten te beperken? Nou, toevallig heb ik daar van de week, ik weet niet hoe dat kwam, maar zat ik over na te denken. Kijk, Excelsior... Geen corners weggeven. Zo! ja, nee, dat is waar. Het gaat gelukkig beter. 16 tegengoals dit seizoen naar een corner. Ja, maar dat is wel van een tijdje geleden, weet je. Dus, okay. dus daar wil ik het ook niet meer te veel over hebben. Dingen uit het verleden moet je sowieso wat meer in het verleden laten. Oh. Maar... Okay. Een levensles die we even zo mee pakken tussendoor. Maar ga door. Ja, is een hele goede levensles. Over het seizoen gezien, hè, als je 16 goals tegenkrijgt uit het doodspelmoment, doe ik het toch. Als je dat dus niet helemaal weglaat, maar minimaal de helft... Ja, staat twee plaatsen over. Ja. Nee, is zeker waar. Ja. Maar
Kijk, Excelsior heeft natuurlijk... Het is jammer dat ze in deze positie zitten. Want nu is Excelsior weer fit. De meeste jongens zijn fit. En je ziet eigenlijk gelijk de laatste weken wat dat doet met dat team. Pellert staat nu al op 10 goals. Dat is natuurlijk gewoon wel echt perfect. Nee, hartstikke goed. Maar je ziet ook de waarde die 3OS heeft. Ja. En die andere jongens die geblesseerd zijn geweest, die weer terug zijn gekomen. Dus dat is natuurlijk heel belangrijk voor die ploeg. Maar ja, Excelsior, moet je gokken, heb ik over na zitten denken, dat PSV volle bak tegen RKC gaat spelen en misschien makkelijk doelpunten gaat maken. Kijk, misschien gaat RKC ook wel de bus parkeren in het Philipsstadion. Ja, moet Excelsior dat dan ook doen? Het is heel lastig. Aan de andere kant vind ik dat ze frivol spelen, Excelsior, en dat ze daardoor afgelopen week kijken hoeveel kansen ze creëren en ook doelpunten maken. Want ze winnen 2 keer, Volendam winnen ze dik, Heracles winnen ze dik, dat is wat anders dan Feyenoord. Maar ze hebben ook die wedstrijden kansloos verloren. Bij Ajax hadden ze ook moeten winnen. Precies. Ja. Dus weet je, ik vind het moeilijk. Weet je, Dijkhuizen zal er met zijn team goed over nadenken welke keuze. Het is voor mij, het is wel het een of het ander. Of je gaat gewoon de bus parkeren en hopen dat er in Eindhoven wat gebeurt. Of je gaat het al heel snel misschien zien, nou het gaat niet gebeuren. En dan ja, toch proberen een doelpunt te maken. Want uiteindelijk... Ik denk dat je gewoon 1-2 scenario's moet schetsen als trainer zijnde, in dit geval Dijkhuizen. En dan de wedstrijd aankijken. Weet je, wat doe ik na een minuutje of 20? Wat gebeurt er aan de andere kant? Want dat ga je natuurlijk allemaal volgen. Tuurlijk, moet je dat ook doen. Dat je op basis daarvan een aantal plannen schetst die je dan ook echt direct moet uitvoeren. Ik denk dat het beste is. Zou het nou kunnen zijn, Dennis? Stel, het staat op een gegeven moment 5-0 voor PSV tegen RKC. Ja. En Feyenoord staat maar met 1-0 voor tegen Excelsior. Ja. Dat Feyenoord dan wel denkt van, oké, jongens, het is prima zo. Ik denk niet bij 1-0. Dat vind ik helemaal niet in de aard bij Feyenoord zitten. Want dan is de buit gewoon nog niet binnen. En dat punt in totaal is echt wel een ding bij Feyenoord. Dat ze het beste seizoen ooit op 1 punt daarbij in de buurt willen komen. Maar stel Feyenoord staat 2-0 voor en het is 6-0 in Eindhoven. Nou, wellicht. Feyenoord gaat dan ook doorwisselen. Dat er iets ontstaat ook in die wedstrijd. Van nou, het is wel goed zo. Maar Excelsior zal vooral zelf staande moeten blijven. Ja, het wordt nu heel erg vanuit Feyenoord aangevlogen. Excelsior moet zelf leveren. Ja. Excelsior heeft zelf ook de kans gehad om in de arena te winnen. Hebben ze op het laatst weg. Er zijn zoveel momenten al geweest dat het voor Excelsior nu op deze wedstrijd aankomt. Ze moeten er zelf, zelf leveren. En daardoor is het voor de mannen uit de Kralingen de wedstrijd van het jaar tot nu toe. Nou, makkelijk gaat het niet worden. Dat denk ik niet. Maar we gaan er in ieder geval alles aan doen. En in plaats van dat we 100% moeten geven, moeten we echt 400% geven. Ja, wij naar Feyenoord, zij naar PSV. Maar ja, wij hebben ook bij Ajax uit laten zien hoe we dat kunnen benaderen. De wedstrijd hier thuis tegen Volendam, nu tegen Heracles. Ja, als je dat gevoel meeneemt, dat vertrouwen in elkaar, in de groep. Ja, dan kan je daar ook voor een resultaat gaan. Excelsior heeft wel gekkere dingen gedaan op de laatste speeldag of in de nacompetitie. Ja, en wie weet is een 1-0 nederlaag wel genoeg als PSV 4-0 wint. Dus dat zijn allemaal scenario's. Maar eerst gewoon zelf zorgen dat je het maximale resultaat daar gaat halen. En dat is onze job. Dat is de job voor Excelsior. Wat zou je zeggen, Nasser? Zo lastig. Hoofdbrekens. Je moet scenario's. Je moet Dijkhuis nu ook aangeeft. Ja, als zij 4-0 voorstaan, is een 1-0 nederlaag voor ons voldoende. Ja. Je gaat tot aan die wedstrijd ga je alleen maar dit door je hoofd krijgen. Maar uiteindelijk moet je gewoon zelf presteren. Zo is het. En de schade zo min mogelijk houden. Ja. Zodat je een grote kans hebt. Maar ik zie PSV niet zomaar 5-6-0 winnen. Die hebben waarschijnlijk nog een paar Rioja's in de benen. Ja. Waarom? Dus, zijn er een paar dagen naar Ibiza geweest, Geert? Ja, vind ik een foute keuze. Het was de enige mogelijkheid, zei Bos. Want ja, daarna moeten veel spelers zich melden natuurlijk bij de diverse nationale selecties. Dan nog steeds. Weet je, is het een foute keuze. Kijk, een ploeg kan doen wat hij wil. Al gaan ze 3 weken achter elkaar van maandag tot en met vrijdag naar Ibiza. En moeten ze allemaal zelf weten. Maar daar ga je over het algemeen niet beter van presteren. Nee. En ik hoor vanuit Eindhoven van, hey, vorig jaar deed Feyenoord dit ook. Toen was het helemaal geen thema, hoezo nu wel. En dat heeft ermee te maken dat toen had Feyenoord met Vitesse een tegenstander die ook nergens meer om speelde. Precies. Dat is nu natuurlijk wezenlijk anders. Hè? Ja. Voor Excelsior dit, en RKC is dit zo alles bepalend. Ja. Nasser, als Sparta zondag thuis van Heerenveen wint en Utrecht verliest bij AZ, dan eindigt Sparta 7e. Gaan ze thuis spelen in de play-offs tegen Utrecht. Dan moeten we toch een hele diepe buiging maken voor Rijsdijk en zijn mannen. 100% waard, zeker weten. Jeroen Rijsdijk, niet te vergeten Nordin Bukhari, ook natuurlijk als assistent die al met een aantal trainers daar nu goede prestaties neerzet. Ja, is het gewoon ongekend wat zij weer presteren. Ja. Terwijl nog eigenlijk een beetje aan het begin van het seizoen dacht je van, hey, wordt het nou een seizoen zoals het seizoen hiervoor? Uiteindelijk hebben ze het echt prima opgepakt en zie je gewoon als team, als ploeg, hoe ze het weer allemaal
Ja, hoe ze het hier allemaal brengen. Prachtige goal van Negli. Prachtige afstandsschot, ja. Maar ook andere spelers. Een seizoen lang nooit blessurevrij geweest. Hè? Dat maakt het ook nog knap. En in de fase, volgens mij hebben ze zelfs 4-5 basisspelers geweest. Toen kwam er ook even wat druk op. Ja. Maar uiteindelijk, als dit het resultaat is, gewoon hartstikke knap. Nee, klopt. Kijk, Saito is lang geblesseerd geweest. Dus daar vind ik het echt wel heel erg knap dat ze uiteindelijk toch hier staan. En ook ik ben wel eens kritisch geweest, omdat het spel een aantal wedstrijden... Het was misschien ook een beetje een teleurstelling, omdat ik weet, ook gezien vorig seizoen, tot waar Sparta in staat is, als iedereen ook fit is. En als je dan soms een wedstrijd ziet, dat je echt zit te kijken, nou, ik kan beter wat anders gaan doen. Maar uiteindelijk toch weten ze dan van Utrecht te winnen en de laatste wedstrijden thuis ook aardig te presteren. Ja, want dat was wel een probleem dit jaar, hè, die thuiswedstrijden. Zeker wel. En daardoor, ik meen me te herinneren dat ik een keer halverwege dit seizoen hier ook gezegd heb van nou, Sparta zou nog wel beter kunnen. Nou ja, dat is uiteindelijk uitgekomen. Zijn ze favoriet, denk je, tegen Utrecht in de play-offs? Nou ja, ik vind het verschil tussen Utrecht over het algemeen uit en thuis. Weet je, Utrecht thuis verliest niet zo snel. En het is was Sparta dan afgelopen weekend. Precies. Dus ja. Dat was eigenlijk al een verrassing. Ja. En dat scenario is wel reëel, want ik zie Sparta thuis echt van Heerenveen winnen. En ik zie AZ... AZ speel. Ja, het speelt nog ergens om, hè? Ik zie AZ echt wel gewoon winnen van Utrecht. Ja. Dus en dan vind ik de kansen gelijk. Want Sparta vind ik thuis beter, meer kansen. Dus... Ja, dat wordt een close call. Helemaal met die creatievelingen. Hè. Kijk, Saito, wat je zegt, die was even geblesseerd geweest. Die is allemaal op het juiste moment weer terug. Even. Voor dat soort ploegen in Sparta. En Excelsior met Driehoekje, die weer geweldig invalt. En weer laat zien wat voor waarde hij kan hebben voor Excelsior. Ja. Dat soort spelers, tuurlijk, het is 11 tegen 11. En je zou denken als 1, 2 spelers wegvallen. Het ligt er maar net aan wat voor type het is. Creatievelingen heb je echt altijd nodig bij dat soort kleine ploegen. Zij een van de meest creatieve spelers die de Eredivisie ooit gehad heeft. Toch? FC Dordrecht heeft de heenwedstrijd in de play-offs tegen Emmen gelijk gespeeld. Ja. Afgelopen maandag 2-2. Hebben ze wel een eerste klap uitgedeeld, denk je? Ja, ik denk het wel. Emmen uit is niet de makkelijkste wedstrijd. Uiteindelijk maak je daar een fout waardoor je op achterstand komt. Maar je bedoelt ook... die terugspeelbal van het zand, hè? Ja. Dat leverde de 1-0 achterstand. Ja. Uiteindelijk iets met de keeper, als hij iets agressiever uitkomt, uit mijn ervaring als speler, ga je nooit echt vol je voet zetten als spits. Ik denk dat Geert dat ook misschien kan beamen. Weet je, zo'n 50-50 bal met een keeper. Hij pakt hem alsnog en gelukkig volgens mij onder zijn benen door. Kan Paricek in de goal tikken. Maar hoe ze daarna die andere goal maken, goh, geweldig. Ja. Derde man assist doorlopen. Weer van het zand, dus dat maakt hij eigenlijk zijn fout natuurlijk min of meer goed. Maar ook de eerste paas van de uiteindelijk die de goal maakt. Ja, speelt hem in, Suraj legt hem neer en Suraj Zand geeft hem mee. Heerlijke derde man, echt een aanval uit het boekje. Dwars door de as. Ja. Dat was echt mooi om 2-2, die Suraj, die valt natuurlijk het hele seizoen al op, Dennis. En ja, dat is niet onopgemerkt gebleven. Nee, gaat naar Go Ahead Eagles, hè. Ja. Dus dat is duidelijk een stap... stap hoger op, waar hij ook aan toe is. Hij zit echt al wat jaren bij Dordrecht. 4 jaar. Gek genoeg valt hij dan nu pas echt op. Zo zie je ook wat het doet als je betere spelers dan om je heen hebt. Hoe dat opeens iemand omhoog kan. Suraj heeft dit seizoen 81 kansen in open spel gecreëerd. Ja. Meeste van allemaal in de eerste divisie. Ja. Waanzinnig, hè? Ja. Ja, dan begrijp ik dat hij naar Go Ahead gaat. En dat hij een toekomst voor zich heeft. En overigens, Dordrecht gaat dat makkelijk winnen van Emmen. Ja, morgenmiddag thuis op de Kromme Dijk. Ze hebben alle supporters opgeroepen om in het groen te komen. Ja. En Santoni heeft gevraagd om een groot feest van die supporters. Ja, en ze verdienen het ook, dat zal niet zo'n uitmaken. Zo'n sterk seizoen thuis. Ze gaan toch wel winnen van Emmen thuis. Ja. Dus ik weet niet waar de toto op staat, maar... Nou, niet zo hoog, want in 2024 heeft de FC Dordrecht nog geen enkele thuiswedstrijd verloren. Dus ook die statistiek is in orde. Terug naar het zand. Ja. Die had dus die assisten in Emmen. En verlengd, hè? Hij verlengt bij Feyenoord, ja. Is ook een soort van bedankje en tegemoetkoming voor dit goede seizoen van hem. Ja, tot 2028. Waardering, dat is het woord wat ik zocht net. Hij heeft natuurlijk een heel erg goed seizoen gehad. Hij is de nummer 8 bij FC Dordrecht. Dus zeg maar de rol hoe Timber hem bij Feyenoord dan invult. Mm-hmm. Ik vind dat hij wel nog meer diepgang, nog meer in het aanvalsspel betrokken is. Heeft ook te maken met hoe aanvallend Dordrecht dit seizoen natuurlijk speelt. Hè. En in sommige wedstrijden is hij zelfs als aanvaller ook opgesteld. Maar meestal echt als aanvallende middenvelder, maar op papier.
papier in ieder geval vanaf de achterpositie. Maar Feyenoord verlengt nu zijn contract tot 2028. Ja. Wat is het plan met hem? Hij gaat aansluiten bij Feyenoord in de voorbereiding. Dat zal voor veel huurlingen het geval zijn. Ja, dan moeten ze het uitvechten. Ga je erbij blijven of niet? Gaat de nieuwe trainer een keuze in maken? Het hangt er vanaf wat er bij Feyenoord allemaal gaat komen. Hè? Want er gaan echt wel veel transfers natuurlijk deze zomer plaatsvinden. Hoeveel zijn dat ook voor de positie voor hem? Wat zegt dat over zijn kansen? Promoveert FC Dordrecht, dan lijkt 1-1 ook heel makkelijk 2 te zijn. Is de keuze misschien nog makkelijker en sneller gemaakt van nou nog een jaartje daar. Dus dat zou voor alle partijen misschien beste zijn. Ja, maar niet alleen nog een jaartje daar, maar ook gewoon vlieguren maken in de Eredivisie. In de Eredivisie, precies. Het is ook zelfs als hij een mooie belofte krijgt vanuit Feyenoord, want voetballerij werkt natuurlijk niet zo, zou ik nog zeggen, lekker bij Dordt blijven. Ja. 34 wedstrijden spelen. Ja, als ze promoveren. Of nee, bij promotie uiteraard. Nee, bij promotie. En anders ga ik sowieso voor mijn kans bij Feyenoord. En na zo'n sterk seizoen, na een voorbereiding, waarschijnlijk straks rond augustus, zal er ongetwijfeld misschien wel een andere club zijn die hem dan wil huren uit de Eredivisie. Eerst moet hij morgenmiddag knallen met FC Dordrecht tegen FCM. Het is een zandstorm morgen. De laatste 30 seconden van deze uitzending zorg je nog even voor de meest flauwe grap. En daarna zou het dan zijn tegen de winnaar van Rode JC tegen NAC Breda. Die wedstrijd is vanavond, waarbij NAC natuurlijk de beste papieren heeft. Deze papieren, die ruimen we op. Zand erover. Zo is het. Zo is het. Nasser Elke Jaad, die wel bedankt. Je geeft de voorzet. Dennis, Geert, we zijn er dus maandag niet met FC Rijnmond. Bij wijze van uitzondering dan de Europa-run hier op Rijnmond. Maar dinsdag natuurlijk gewoon maandag, wel weer. Net stand. Met standwoord. Ik ga nu echt afsluiten, want het escaleert uit de hand. Fijn weekend, fijne Pinksterdagen. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Bedderij, Kia de Beer en Reisbureau Buitenlandse Zaken.